Jongens, wat doen we even? Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ben ik samen met... Nee, kan ik me voorstellen. Nou, we zijn samen met Job. En Job is hier om even wat video's met me op te nemen. Want het is natuurlijk al een hele tijd geleden. En veel mensen hebben mij gevraagd van waarom is dat zo lang geleden. Nou, dat komt gewoon omdat Job zeg maar een hele lange periode heeft gehad met een ernstige ziekte. Nee, grapje. Dat is een beetje zielig om over te spotten. Maar Job die had het druk met school. En ik had het druk met school. En dan krijg je uiteindelijk een beetje zo'n situatie waarbij je alleen met elkaar opschiet op school. En dat vonden we jammer. Dus we dachten van, weet je wat we doen? We spreken gewoon weer eens een keer af. En wat eigenlijk de bedoeling was op dit moment is dat we een challenge zouden doen voor de 9K subs. Want we wouden namelijk een knakworsten challenge doen. Maar we hebben daar uiteindelijk ruzie over gekregen. Omdat we de hele dag hadden we niet gegeten. En nou, weet je, Job, vertel jij het verhaal. Maar dat vind ik wel wat geniaal. Ja, hou jij de miek vast? Mag jij het verhaal vertellen? Dan ga ik even lekker spelen. Nou, we hadden de hele middag niet gegeten. En wacht. Dan moet ik zeggen. Nee. Ga maar, vertel maar gewoon wat we deden. Nee, je moet niet gaan roddelen, Job. Kijkt hij het dan? Nee, dat weet ik niet. Ga maar gewoon lekker verder. Nou ja, we hadden dus heel de hele dag niet gegeten. Dus ik en Job waren echt heel chagrijnig ervan. En hij zei op een gegeven moment dat hij toch een broodje wou bijna eten. Maar heeft hij toch niet gedaan. Uiteindelijk kwam Joshua dat het eigenlijk wel een stom idee was. Toen zei ik ja, eigenlijk wel. En toen waren we zo chagrijnig. Toen kregen we een beetje ruzie en zo. Zei ik van godverdomme. Zei ik likken snot. Zei ik, ik wil niet likken joh, niet meer. Nee, grapje. Nee, wat we toen zeiden was zeg maar, kom we zetten de miek wel even terug. Ja, zet je nou zomaar de miek vasthouden? Zo van, is mij. Godverdomme. Nee, maar wat dat dus uiteindelijk was, is zo van, ja, ik had het idee dat Job dus geen zin meer in die challenge had. En ik was wel zo van, ja, wel, ik heb dus de hele dag niet gegeten. Heb jij er geen zin meer in, weet je? Dat was een beetje wat op neerkwam. Maar we hadden eigenlijk allebei geen zin meer in. Dus net kwamen we thuis en hebben we kwarkworstjes in de oven gedaan. Maar we hebben ze gewoon lekker zelf opgegeten zonder te filmen. Ja, het klinkt heel dom, maar het is wel wat we hebben gedaan. En ik wil jullie bij deze hartelijk bedanken voor de 9000 subs. De likes en alles die motiveren mij heel erg. Dus ik zou het ook heel erg waarderen als jullie nu weer even een like willen achterlaten. En dan zullen jullie meerdere video's zien van mij en Job samen. We gaan namelijk nu, zometeen gaan we nog even heel wat video's opnemen. Dat wordt helemaal goed. Maar Job, dit is een Survival Island. En dit is dus mijn kamer met furnaces. Ik heb er best wel veel. Dat is hoe ik rol. Dat is hoe ik... Hé, huh? Oh, zo. In ieder geval, heb jij nog tips of zo? Dus, zie jij hier iets wat misschien beter kan of zo nog? Nee. Nee, helemaal niks? Godverdomme, dus ik vraag aan jou wat beter kan en jij geeft geen antwoord. Nee, ik geef wel een antwoord. Wat kun je hier ook weer mee? Kun je er van die ventjes zo van maken? Oh, nee, dan moet je natuurlijk eerst bloks maken. Ja, volgens mij. Zo ja. En dan maak ik daar even bloks van. Neemt namelijk weer minder ruimte in beslag. Waar valt het eigenlijk onder? Valt het onder overig, denk ik, hè? Ja, vast wel. In ieder geval, dit is dus de 11e episode, of de 12e alweer. Dit is gewoon de 12e episode van Survival Island. En deze keer ben ik dus samen met Job. Weet je, jullie weten dat dit een dagelijkse serie is. En ik wou jullie niet laten zitten. Dus ik dacht, weet je, wordt een iets kortere episode dan normaal. Want Job kan natuurlijk niet meedoen. En dat vind jij godverdomme niet erg. Nee, grapje. Ja, Job, die kan dus niet meedoen. Ik vind het echt heel jammer. Ja, je vindt het heel jammer. Ik had ook niet verwacht dat ik zomaar in de steek werd gelaten. Ah, maar dat maakt niet uit. Kijk, je hoort er ook niet bij. Kijk, je betaalt mij. Dus dan is het ook gelijk minder erg. Ik bedoel. Zodra jouw geld op is, je kunt me niet meer betalen, dan word je gewoon bij het vel gegooid, weet je. Dan ben je voor mij niks meer waard. Maar dan weet je het, kijk, je wordt namelijk de giveaway bij de 10.000 subs. Oh, dat zou wel erg zijn. Jullie kunnen nu Job winnen. Kom je bij zo'n oude kerel in zo'n wit busje. Ben jij van Doe Maar Gamen? Nee, ik ben alleen maar het hulpje van Doe Maar. En dat is dan zeg maar iets waar je jezelf bij moet indenken, wat dat eigenlijk gebeurt op dat moment. En we gaan niet zeggen wat. Nee, inderdaad. Maar Job, wat zijn de plannen voor vandaag? Wat gaan we vandaag allemaal nog recorden? Voor de mensen die denken, Job, waarom zie je mij? Hey! Voor die mensen denken, Job, waarom ben je zelf niet helemaal in beeld? Nou, er is al maar één webcam, maar we willen wel met z'n tweeën in beeld. Dus Job die zei zo van, Job aan de kant. Dus dan werd ik aan de kant geschoven. En nu ben ik niet helemaal in beeld. Maar in ieder geval, we hebben dus een aantal ideetjes van wat we willen gaan opnemen. En Job die gaat maar even rustig vertellen. Heel rustig. Ik weet niet wat. Nou ja, vertel maar. Vertel maar gewoon, Job. Vertel maar. Volgens mij wou je walls opnemen. Ja, we willen de walls opnemen. Willen we lekker met z'n tweeën gaan trollen. Vinden we leuk. Ja, voor de rest weet ik niet. Voor de rest weet je het niet? Nee. Oké. Nou, we gaan dus de walls opnemen en dat wordt fucking vet. En dan gaan we gewoon. Het wordt heel erg leuk, weet je. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En Job, die hebt ook heel erg zin in. Zeg nu dat je er zin in hebt voor de kijkers. Ik wil nu dat je zegt dat je er zin in hebt. Ik heb er echt heel veel zin in. Nou, hij heeft dus veel zin in, zoals jullie kunnen horen. En we gaan ook nu dus even wat video's opnemen. Maar daarvoor moest ik natuurlijk eerst even Survival Island. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben er niet Mika aan vastzetten, terwijl ik hier mijn verhaal aan het doen ben, jongen. Verdomme. Ja, Job die is echt heel erg vervelend, weet je. Dat is echt heel erg. Zo moet je hem gewoon even goed slaan, weet je. Dan luistert hij. Oh, met zo'n stok. Maar Job, wat is nou... Laten we eens even over school gaan. Want ik vlog eigenlijk ook altijd in Survivor. Dus heb jij wat te vertellen? Wat hebben we vandaag eigenlijk op school meegemaakt? Naast het feit dat we een beetje... een beetje niet hebben gegeten omdat we wouden afvallen. Nou, grapje, dat is leuk. Maar vertel. Niks. Nee, we hebben eigenlijk niet... School.
We hebben school. Ja, gewoon school. Nou, ja. In ieder geval. Waar heb jou nou het allermeest hekel aan als je kijkt naar school? Dat is een vraag die ik de kijkers ook vaak stel. En bij de kijkers heb ik heel vaak biologie horen vallen. Terwijl ik biologie eigenlijk best wel chill vind. Nee? Niet onze leraar. Nee, de leraar niet, maar hij is heel rustig. Dus aan de ene kant is het ook wel weer fijn, weet je. Ja, maar hij geeft één avond van tevoren een toets op. Ja, maar... Dan heb je geluk dat je nog een goed cijfer hebt. Maar wat vind jij nou de allerergste leraar? Geen naam noemen, maar gewoon even het vak. Dat mag je gewoon noemen, dat mag. Aarzen. Klootzak. Ja, kutkind. Ja, oh, je bent echt dom, hè. Echt serieus. Nee, maar dat moet je niet doen. Dat is echt jouw schuld, hè. Dat is precies hetzelfde van... Oké, dat is gewoon niet gebeurd. Ik ga nu niet weer die kutvideo opnieuw zitten opnemen. In ieder geval, maar moet je niet doen. Okay. Gewoon even de naam van het vak zeggen. Alsnog mag je natuurlijk wel gewoon een naam zeggen. Dat maakt in principe niet uit. Maar welk vak vind jij nou het allervervelendste als je kijkt naar school? Eerlijk zeggen. De leraren van het vak? De leraren van het vak. Maar geen naam zeggen. Gewoon alleen maar de leraren van het vak. Dan ben ik gewoon benieuwd. Dan kunnen de kijkers misschien denken, oké, dat vind jij dus een kutvak. Nou, leuk om te weten. Eigenlijk hebben we allemaal kutvakken. Nee, serieus. Ja, we hebben allemaal kutvakken, zeg je op. Dat heb je gelijk in. Maar als ik zeg echt een vak moet geven waarvan ik de leraars ergens vind, dan kom ik echt uit bij informatica. Vreselijk. Oh, ja, informatica. We hadden gisteren dus een opdracht waarbij we een opstel moesten schrijven over van 1000 woorden. De 1000. Ik bedoel, de 1000. Nee, ik stotte niet hoor. Dat is best wel erg als ik daarmee zou spotten. Maar 1000 woorden. En wat het dus was, is die gast die zette er dan één avond, zet hij het van tevoren erop. Dus het zou hetzelfde zijn dat als het er nu op kwam en dat we dan morgen opstel moeten hebben van 1000 woorden. Dan zou je hem net op achter de computer zitten te fappen en rekenen. Ik bedoel, dan ben je gewoon een pineut. Dan ben je gewoon een lul. Dus laat even de comments achter. Welke leraar geeft bij jullie echt op het laatste moment huiswerk op? Dat is even de vraag van vandaag. Waarschijnlijk krijg je allemaal onze leraar als antwoorden. Ja, natuurlijk niet. Want welke kinderen uit mijn klas kijken naar mijn video's? Ik bedoel, ik heb helemaal geen vrienden en ik word altijd gepest. Dus ja, nou, daar heb je dus je antwoord. En nee, in elk geval, mijn ouders die zijn er dus niet. En die zijn dus even naar de camping. Even kijken hoe het zit met dat tent. Want ik had jullie al verteld. En je gaat nu geen... Oh, je mag wel een naam zeggen, maar niet de achternaam. Dat ik vanuit ging dat Niels, dus die tent had gesloopt van me. Dat is best kut, want ik mag hem echt niet. En Job die kent hem ook. Je weet zijn achternaam toch niet. Nee, je weet zijn achternaam niet. Dat is mooi, want ik hoor hem jou dan al roepen, weet je. Ja. In ieder geval, deze episode is een beetje een praat-episode. Natuurlijk omdat ik samen met Job ben. Dus ik moet op twee dingen concentreren voordat hij zeg maar ontsnapt. Want hij is natuurlijk tegen zijn zin. Dus daar moet ik ook op letten. Maar nee, deze episode ga ik even de mine afmaken. Want ik wil dus zeg maar een hele mine naar beneden hebben. Tot het bedrock. En welk niveau begint bedrock? Weet jij dat, Job? 11. Nee, 10. 10? Zoiets. En waar zit ik nu? Ik zit nu op... Oh, 21. Dan ben ik al erg dichtbij. Dan zitten we bijna bij Bedrock. Dan houdt in dat we daar dan zeg maar naar diamonds kunnen zoeken. De volgende episode. Maar wat ik de volgende episode echt ga doen. En ik heb heel veel mensen die zeggen. Oh, Job, je doet het nooit. Ik ga dan echt bezig met de wallfare. Dat is dus een muur in mijn huis. Waarbij ik gewoon alle namen opschrijf van YouTubers. Die gewoon altijd op mijn video's reageren en altijd liken. Dus je hoeft het ook niet te vragen in de comments. Maar mag ik op de wall of fame? Maar laat gewoon een leuke reactie achter. Like deze video. En ja, wie weet hè. Wie weet kom je wel gewoon op de wall of fame. Toch Job? Ja. Jij komt natuurlijk niet op de wall of fame. Want jij bent gewoon een stukje afval. Maar mensen zeg maar die een leven hebben. Dus die ook zeg maar echt op de wereld zijn omdat ze er iets te doen hebben. Die komen zeg maar op de Wall of Fame, snap je? Ja. Ja. Oké, hoppakee. Zo, ik ben bijna klaar. Job, die zit helemaal zo ongemakkelijk. Van, ja, maar eigenlijk wil ik ook wel wat doen. Nee. Nee, Job. Verdomme. Je bent hier tegen je zin. En dat blijf je. Je blijft hier ook tegen je zin. Hoeveel zul ik... zijn dit genoeg sticks, denk je, voor ladders? Ja. Hoeveel heb ik ongeveer? Ja, ik weet het niet. In ieder geval, Job, die gaat dus op mijn laptop. Ik moet zo meteen alleen nog even mijn muis zoeken. Want het kutkind heeft zijn eigen muis weer niet mee. Nee, grapje. Hoeft niet van mij. Ik zei, Job, weet je wat we doen? Weet je wat we doen, jongen? Hoe de muiden meer te nemen. Nee, grapje, dat heb ik niet gezegd. Weet je nog die toen wij op de camping waren? Was zo Urke. Ken je die nog? Nee. Of was dat niet met jou? Nee, was een keer op de camping. Was een jongen die heette Rodney. En Rodney die ging altijd de vuilnis ophalen voor de camping voor 50 cent. Serieus. Nee, snap je hem? Die naam Rodney, dat is echt een beetje een schooierachtige naam. Als Rodney dit kijkt, Rodney voor de win, oké? Okay? Oh, zo heel erg zijn dat ze nu mensen... Nee, Rodney is echt een schooierige naam. Opeens 20 abonnees weg, allemaal Rodney's, nee. Ik vind Rodney wel een toffe naam, alleen doet me denken aan een rat. Vraag me niet waarom, maar doet me denken aan een rat. Oeh, ik hoor lava. En ik wil nu niet doodgaan eigenlijk, met al mijn armor. Jij, Job? Wil jij doodgaan met al je armor? Ja. Dus jij wil wel doodgaan met al je armor? Dat is mijn droom. Dat is jouw droom? Ik vertrouw dit niet, hè. Ik weet gewoon zeker dat als ik dit lang genoeg doe, dat er dan zo meteen lava achter me aan komt. Nou, niet zozeer achter me aan, want... Oké, hier is niks meer. Dan zitten we... nu op bedrock? Zo, dit is goed. Nee, ja, mensen, even een kortere episode is normaal, maar toch nog een episode. Ik bedoel, ik had ook kunnen zeggen, ik neem helemaal niks op, dus daar moeten jullie wel blij mee zijn. We hebben voor jullie de hele dag dus niks gegeven, dus ik hoop dat de 500 likes kunnen ophalen. Mensen, bedankt voor kijken bij deze video. Vond je dit nou een leuke video? Wat moeten ze dan doen, Job? Inderdaad, dat moeten jullie doen. En dan zie ik jullie de volgende keer met Minecraft Survival Island. Ik wacht heel even tot ik boven ben, anders moet ik dat dan weer doen. Of screenen, dat is allemaal luiheid. En dan ga je eens even lekker wat video's opnemen, of niet, joh? Heb je er zin in? Ja, oké, mooi. Dan gaan we dus even... Mensen, bedankt voor kijken, tot de volgende keer. Later.